Je merkt heel hard, als je in een groot team rondloopt, zijn er op elke moment collega's die het moeilijk hebben. En op het moment dat je het moeilijk hebt, is het bijna een natuurlijke reflex om eigenlijk je wat afzijdig te houden, om jezelf te beschermen. Maar voor jezelf zorgen wordt dan ook heel vaak verbinding lossen. Draadjes lossen, zodanig dat je minder draadjes in handen hebt. Maar door zich afzijdiger te houden en zichzelf te beschermen, worden heel vaak die collega's ook heel snel veel eenzamer binnen het team. Je doet geen job zoals het onderwijs om eenzaam naar je lokaal te stappen met de leerlingen en dan eenzaam terug naar huis te gaan. Onderwijs is te uitdagend geworden om individueel met uw pakket aan de slag te gaan. Maar de mensen met wie dat je traagt, de mensen die je tegenkomt, de mensen met wie dat je voor die leerlingen zorgt, doen er wel ongelooflijk hard toe. Jij bent klaar met de Germanen? Met die klas. Bij alle andere klassen ben ik nog niet begonnen aan de Germanen. Maar je hebt wel de collega's die echt ervoor zorgen dat het goed draait in een team, zijn vaak heel onzichtbare collega's. Hier staat dat spel dan. Van Mesopotamië. En die beseffen dat heel vaak ook niet van zichzelf. Dat zijn net degenen zijn die ervoor zorgen dat het voor een aantal collega's aangenaam is of leuk zelfs. Of die ervoor zorgen dat collega's wel in een bepaalde school willen blijven. Wat gaan wij doen met de pleinspelen straks? Dus ik wens absoluut elk team de nodige mensen toe die oog hebben voor de collega's die zich aan het afzonderen zijn. Die ervoor zorgen dat er verbinding is, die als er iemand in zijn vaklokaal blijft zitten, toch eens binnenvallen om eens te vragen hoe is het. Ik merk dat dat voor heel veel leerkrachten die hier op school gestart zijn, soms het verschil heeft gemaakt tussen ik blijf hier of ik ga ook terug weg. Geen twee gelaat, kom maar mee. Het tweede dat we gaan doen is ontdekken hoe dat de Egyptische samenleving georganiseerd werd. En dat gebeurde in verschillende standen. Als gouverneur bestuur ik één van de 42 provincies. En de handelaars behoren ook tot de ambachtslieden. Ik ben ook ambachtslieden. We gaan even de ambachtslieden voor de boeren zetten. Zo. Het is veel gemakkelijker om energie te steken in uw lessen op het moment dat je goed voelt op de plek waar je les geeft. Dus het welbevinden van leerkrachten op een school straalt automatisch af op wat de leerlingen ervaren. De betrokkenheid met uw leerlingen, daar heb je energie voor nodig. Dat is noodzakelijk om ook er voor de leerlingen te kunnen zijn. Er is voor dinsdag. Heel fijn weekend, 1LB. Leerlingen hebben 32 uur per week ingeroosterd les, maar die hebben ook elke dag bijna 2 uur pauze. En dus die 2 uur maakt onlosmakelijk deel uit van wat je als school of als team aan leerlingen aanbiedt. In de pleinspelen komen eigenlijk 3 heel belangrijke zaken samen. Hè. Je werkt vrijwillig samen met collega's. Kun jij een ballon opblazen en een knoopje leggen? Ze mogen goed opgeblazen worden. Dus het is geen moedje, je hoeft zoiets niet te doen. Maar het maakt de school wel veel rijker. Ik heb iemand nodig die het ziet zitten om hier, op deze mat zelfs. Iedereen die op dat moment in die ruimte is, heeft ervoor gekozen om daar te zijn. Dus dat is alleen maar vanuit goesting. 1, rollen! Leerlingen zien u als leerkracht op een heel andere manier. En je ziet als leerkracht de leerlingen ook op een heel andere manier. 3, 2, 1, start! Dus dat maakt dat je echt met leerlingen een andere band ophoudt. En we merken dat leerlingen waar we zelf geen les aan geven, dat die u op de speelplaats toch ook beginnen aan te spreken na verloop van tijd. En je probeert in het midden van de cirkel. Dus op het moment dat je dan als leerkracht uw vakinhoud gaat beginnen geven, geven die daar ook direct veel meer kansen. Omdat die u kennen van de pleinspelen. Een heel fijn moment, dat is op het moment dat na 4 uur toch een aantal collega's om de een of andere reden kunnen blijven hangen. De leerlingen zijn naar huis, de meeste leerkrachten zijn naar huis. Maar als je dan nog een groepje hebt dat om de een of andere reden er eerder voor kiest om nog even samen de dag af te sluiten dan om naar huis te vertrekken, dat betekent dat die er op een of andere reden nood aan hebben. En dat is ook een heel dankbaar moment om bij elkaar in te checken. Hoe is een dag geweest? Er komen nog een aantal verhalen aan bod. Er zijn nog wat onnozeliteiten. Collega's vinden elkaar. Ook al komen die uit alle verschillende delen van de school. Dat is wel een tof aan het voor wie is dat nog een gezien? En wie gaat er morgen naar school? Dus voor mij, en ik denk dat dat voor heel veel leerkrachten is, zijn die informele activiteiten en momenten buiten de lessen essentieel voor goed onderwijs.